zijn hier bij Havekort Eten en Drinken bij het restaurant van mijn oom. Ik heb vandaag een presentatie van mijn nieuwe paspoort en mijn nieuwe logo samen met Comeback Sports. Nou, ons plan is als volgt. Wij maken van Cas een merk. En vanuit dat merk, Cas Havekort Racing, gaan wij allerlei aspecten ontdekken in dat merk. Dat gaat verder dan alleen een prestatie. Het gaat ook over dat Cas zich nu al bewust wordt van, hey, ik sta aan de vooravond om een droom, een doel te halen, de Formule 1. Om hem daarvan bewust te maken. Een stukje mentaal traject zit daarin. Er zit uiteindelijk een stuk marketing in, dat uitzicht via allerlei kanalen, content. En wij hopen daarmee iets in de markt neer te gaan zetten, waarmee ook partners op gaan aansluiten. En uiteindelijk alles gaan doen waardoor hij zich helemaal kan focussen op zijn prestatie, op zijn droom, op zijn doel. En dat wij daar onderdeel in zijn team mogen zijn. Ja, ik heb er natuurlijk erg veel zin in. Ja, we hebben nu aardig wat testdagen al gehad en de snelheid is goed, dus laat het maar komen. Aangezien de snelheid nu, hoop ik natuurlijk wel dat gewoon de top 3 dat mijn doel is. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren natuurlijk, maar ik hoop het wel. Wij geloven absoluut in Cas. Niet alleen welke racer hij is, om de prestatie die hij heeft neergezet. Maar wij geloven vooral ook in zijn DNA, in zijn persoonlijkheid. Wij vinden Cas gewoon een ontzettende leuke gozer met ontzettend veel talent. En we hebben ontzettend veel zin in deze reis. Dit is mijn helm. Ik heb zelf helpen ontwerpen met wat voor dingen ik zelf mooi vind. Dus ik heb zelf bovenop de helm heb ik Japanse tekens gedaan. Dat betekent Never Give Up. Dus dat vond ik zelf een heel mooie tekst. Dan heb ik hier aan de zijkant zitten Comeback Sports. Daar hebben we dan vandaag ook mee mijn DNA-paspoort gaan we daarmee laten zien. De presentatie. Dus dat is wel heel leuk dat op de helm staat. Dan heb ik nog aan de achterkant horloges. Ik vind zelf Taka Heuer en Richard Mille horloges heel erg mooi. Dus vond ik dat zelf leuk om dat erin te laten verwerken. Dus hier zit dan het Richard Mille horloge in verwerkt. En aan de andere kant zit het Taka Heuer horloge in verwerkt.